Hoi en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe Let's Play! En vandaag gaan wij een winterwens doen. En ik ben niet de enige die de verkeerde kant op is gegaan. Want de vorige keer was die duur dus ook. Moet ik weer terug? Ja, je bent niet de enige. Oh, maar op de kaart staat heel duidelijk. Zeg maar hier, maar dat is echt vreselijk. Nou, dan gaan we lekker een mooie rit doen met de Fries en de Arabier. Dan zien we jullie zo. Oh, wat is dit erg. Nou jongens, we zijn er eindelijk gearriveerd en wel. Te snel, maar dat komt nog wel. Maar wat is daar op de punt van de het uiteinde te doen dan? Dat is de vraag. Wat is daar? Oh, oké. Okay. Leuk. Thanks you. Boop. Maar we zijn hier dus niet voor de nieuwe winterwens om te verzamelen. Ik heb ze wel nodig. Want ik heb er bijna gewoon weer 200. En we hadden er 225 nodig om de hele set compleet te krijgen. Dus deze week lukt me dat wel. En ik geloof dat een van de laatste weken is dat het kerst is. Natuurlijk, want januari gaat er nog even door. Ho. Ho. Dus we moeten wel even je vaart achter zetten om alles natuurlijk te krijgen. Ik heb de pinguïn al. En volgende week is dan nog een update volgens mij met vuurwerk en zo. En dan daarna is het een beetje voorbij. Dus ik ben benieuwd wat er daarna gaat gebeuren. Want dan is het best wel een switch van, oh my god, ineens hebben we dat nog niet meer. Dat is niet erg. Maar het is wennen. Dus het wordt flink wennen. En wat ik ook heb gemerkt is dat je het niet meer zomer kan maken. En daar irriteer ik me mateloos aan. Want ik heb zeg maar mijn All My Horse video die eraan komt. En dan kan ik gewoon voor Light and Shadow geen mooi beeld opnemen. Dus dat is een beetje jammer. Dus dat verpest een beetje. Maar goed, we moeten het er maar even mee doen. En geloof dat deze die mooie quest is. Ja. Ik dacht, ik wil gewoon winterwensen doen. Want over 5 minuten worden zij eigenlijk al gereset voor mij. Dat ik dit opneem. Dus dan kan ik meteen weer nieuwe winterwensen doen. Dus dat leek me wel even leuk. Dat we even dit even gaan speedrunnen. Maar ik ben bang dat mijn film het niet leuk vindt om in een kerstdorp te zijn. Want dat vond hij gisteren stream ook niet zo leuk. Waar gaan we heen? Oh, er is nog een nieuw cadeautje natuurlijk. We gaan een nieuw cadeautje pakken. Oh, dat is druk. Waar is het nieuwe cadeautje? Hier. Laarzen. We hebben laarzen. Woep woep. Woep woep. Daar doen we het voor. Maar er waren dus nieuwe dingen om te doen. De glibberrace is niet nieuw. En Maya is ook niet nieuw. But sure. Er was dus in Moorland iets om te doen met een sneeuwpop. En er waren dus nieuwe items in het Winterdorp. Nou, laten wij nu in het nieuwe Winterdorp zijn. En dat kunnen we kijken. Maar ik wil eigenlijk eerst naar Moorland toe om de winterwens daar op te halen. En dan eigenlijk terug te gaan naar het Winterdorp. Om vervolgens alles in te wisselen en alles te doen, zeg maar. Woep woep. Ah, we hebben winterwens, warm wintergroet. Ik dacht altijd winterwens, maar het zijn wintergroeten. Is dat ook in de totaalshop? Nee, alleen nog de hoorn. Dus we gaan even terug gaan we naar Moorland. Snel de winterwens ophalen. En dan gaan we de sneeuwpop, want er is dus ergens een sneeuwpop. En ik ben benieuwd wat je kan doen bij die sneeuwpop. Wat is daar te doen? We gaan het even zien, ik weet het niet. Jullie weten misschien wel, want jullie hebben misschien de update zelf al gespeeld voordat jullie deze video zien. Dus ah, je kan me niet spoileren, want ik heb dat is niet live, hihi. Oké, let's teleport to Moorland. En de laatste winterwens is in de house. Of nou, de laatste winterwens van dit uur. En dan kunnen we straks ook even andere windwensen pakken onderweg. En dan hebben we gewoon mooi een uur nog voor. Waar is de sneeuwpop? Er zou hier dus ergens iets met sneeuw te maken hebben. Maar ik zal even de nieuws lezen. Je kunt dit alleen tijdens bepaalde locaties steeds weer anders. Ah, dat is een nieuwe activiteit voor de winterwensen. Ah, dat is het. Vandaar dat ik hem niet kan vinden. En misschien zien we hem straks als het verandert.
En dan gaan we dus naar de Fotohoek. Fotohoek is in, allemaal in Winterdorp. Dus we kunnen weer terug naar het Winterdorp. En even kijken wat het allemaal is. Want het zijn nieuwe items, nieuwe activiteiten. En een nieuwe set. Ik vind hem op de markt in de totaalwinkel. Oh, die set was er al. Maar we kunnen dus even kijken of we onze wintermens weer kunnen induilen. Ik heb alleen geen idee wat ik eigenlijk nog had. Dus ik moet eigenlijk dan even kijken in mijn kast. Gelukkig kan dat hier. Want die had ik natuurlijk neergezet in mijn kast. Zodat ik wist wat ik moest halen. En nu weet ik niet meer waar ik gebleven ben. Dat is deze. Moeten we bij uitrusting kijken of dat het snel laat. Dan heb ik hier ergens nog zijn setten staan. Ja, zie je. Ik heb het knapperd kampvuur. Als het kampvuur... Is het kampvuur de... Nee, sneeuwlucht is set. Ik heb het hoofdstel, dekje en zadel. Dus dan moet ik verder bij de rest. Oh, hier zijn de fotodingen. Waar kon ik ook weer inruilen? Ik ben helemaal in de war. Dat was terug naar de paarden, geloof ik. Dat was daar zo. Hallo. Gezellig dat jullie er ook mee komen. Hier was dat. Want we begonnen bij hier. Oh, het halster heb ik al. Want die heeft het paard om bij mij. We hebben deze dan. De beenbeschermers. Hallo. De cap hebben we dan. En we hebben het jasje nog niet. Ik vind jullie heel lief, maar ik vind de meldingen niet zo lief. Broek. Gelukkig gaat het bij de kleding wel weg. Ik vind het heel raar dat het bij de paarden outfit dan niet weggaat. Handschoenen. Hebben we nog over. We hebben nog, nog 18 over. Kunnen we zo'n hoofdstrik nemen. En nog staartstrik. Ja, dat is leuk. We hebben nu al een heel deel van de outfit. We kunnen natuurlijk nog meer verzamelen door de races te doen. Dus laten we dat nog even snel gaan doen. En dan kunnen we natuurlijk de volgende winterwensen kijken of we de sneeuwpop kunnen vinden. Want dus hebben we 12 winterwensen en we hebben nog steeds niet de nieuwe items bekeken. Ik ben helemaal vergeten dat er nieuwe items waren. Dus daar gaan we meteen eigenlijk even heen racen. Dan moeten we even naar het marktpleintje kijken waar het te vinden is. Ik denk misschien hier. Ja, hier. Een nieuwe set is dit. Dat is wel vet. Mijn paard staat wel iets veel te dichtbij. Maar we hebben... Kunnen we iets naar achter paard? Ja, want dan kan ik hem mooi zo een beetje inzoomen. Zo, doen we even de toonbank. Kijk, dit is dan de nieuwe hoofdstel. En dan nog beestbeschermers en een leuk dekje. Oh, dat is ook wel heel vet. Daarom ben ik eigenlijk een beetje aan het sparen om dit soort dingen te kopen. Want ik vind hem wel heel leuk. Maar ik twijfel, neem ik nog dit hoofdstel, want ik heb deze al. Maar er zijn ook een soort western outfit en die vind ik ook heel leuk. Dus... Ik wil eigenlijk heel graag deze bozal hebben. Oh, dat is ook wel cute. Dit blauwe. Ik vind de Sexy in de Winter echt heel leuk. Maar het is zo duur. Kijk, ik wil nog... Kijk, is dit bont? Nou, dit is bont. Oh, ik wil dat Western setje hebben. Zullen we dat voor dat Western setje sparen? Of gaan we voor de rode set sparen? Wat zeggen jullie? Je mag even laten weten. Ga ik het volgende week ga ik het kopen. Want ik ben natuurlijk... Wel redelijk aan het sparen. Ik vind het jammer dat je niet echt een bank of zo hebt. Dat je je geld, zeg maar, kan bewaren. Maar weet je, ach, dat maakt niet uit. Ondertussen zijn er nieuwe winterwensen gespannen. En kunnen we kijken of we de sneeuwpop kunnen vinden. Want dat wil ik heel graag doen. Pop, pop, pop. Want ik wil wel de nieuwe sneeuwpop ding zien. Dus ik hoop dat die dit uur gespannen is. En dat ik niet nog een uur hoef te wachten. Dus geen idee. We gaan het zien. We gaan het zien. Ik ben... Heel erg benieuwd. Balalop. We zijn in Moorland en het zou dan... Ja! Hij is er! Yes! Oké. Dus dan kunnen we dingen pakken, zoals een pet. Oh ja. En dan... Wacht, ik wil deze hoed. En dan wil ik... wat kan ik hierbij doen? Een bijl. Ja, ik wil een bijl. En een kettingzaag. Ik wil een kettingzaag. Oh, sneeuwpop met een kettingzaag. En dan wil ik een zwart slinger. Ja. En dan wil ik een zonnebril. En wat wil ik nog meer? Wortel of... Wat zijn die... Ik wil... Hamer?
Heeft hij nu een hamer als een neus? Oh my god. That's amazing. Zodra ik klaar ben, maar ik ben toch al klaar. Of moet ik nog iets doen? Hallo. Oh, ik kan ook een blikje kiezen. Wat is er nu? Had hij nu eieren op zijn hoofd? Oh my god. Ik wil dat hij die heeft. Kunnen we nog meer dingen kiezen? Ik had een bijl. En ik heb een zaag. Maar wat moeten we dan nog meer kiezen? Ik snap het niet helemaal. Het is fijn om je compleet. Zijn we klaar? Wil jij leggen? Als is gemaakt. Ik ben klaar. Wat is hij mooi. Oh my god. Hebben jullie ooit zo'n mooie sneeuwpop gezien? Oh my god. Wat is dit leuk. Nee, dat was eigenlijk nieuwe items. Nieuwe activiteit tijdens het wintergroetverzameling. En reminder. Je kan zeg maar 9 keer zeg maar, deze dingen doen. Dus je kan 3 keer meedoen om winterwensen te verzamelen. Doe alle races zodat je wintergroeten krijgt. Ik weet dat ik winterwens zeg. I'm sorry. En dat is eigenlijk hoe je het snelste wintergroeten verzamelt. En eigenlijk is dat de reden hoe ik zoveel heb. En waarom ik de hele set nu bij elkaar heb binnen 2 weken. En ik hoop dat je deze video leuk vond. Beloon me met een duimpje omhoog als je dat ook vond. Ik heb een link in mijn bio staan waar je ook Star Stable spelen. Dan kan je dat voor 3 dagen gratis doen met 100 starcoins erbij. Dat is echt heel leuk. En ik sta hier met een klein clubje ondertussen. En ik wens je een hele koude dag vandaag. Want het is echt vreselijk koud buiten. En ik zeg, hallo.